Het is moeilijk voor te stellen dat er tot 100 jaar geleden geen vrouwen in de politiek zaten en dat Suze Groeneweg de allereerste vrouw was in de Tweede Kamer. Ik denk dat daar heel veel moed voor nodig was om dat te doen. Ja, ze was een pionier. Ze was een pionier. En dat, om dat dus als beeldhouwer 100 jaar later ook tot uitdrukking te brengen, dat bijzondere wat zij gehad heeft, daar heb ik me dus de afgelopen 10 weken mee bezig gehouden. Suze Groeneweg, een onderwijzeres en feministe. Nadat het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen werd ingevoerd, werd zij in 1918 bij de eerste verkiezingen kandidaat gesteld en verkozen. Vandaag dus precies 100 jaar geleden. Je moet je voorstellen, het was heel anders als dat het nu is. 149 mannen en 1 vrouw. Er was geen eens een damestoilet, geen ruimte waar ze zich verkleden kon. Dus heel veel respect voor wat zij gedaan heeft. Met enkel een paar foto's moest Simon Bolhuis proberen de persoon Suze Groeneweg te pakken. Ja, het begint met een constructie. Dat wil zeggen, hier zit een soort van garde in van aluminiumdraad. En hier zit een soort van kapstok in om haar schouders aan op te hangen. Maar het gaat inderdaad, beetje voor beetje, doe je in dit geval plasticine erop zetten. Het is een kleipoeder, maar er zit een olieachtig iets in waardoor het niet uitdroogt. En dat is een kwestie van erbij en eraf en erbij en eraf. Totdat je het gevoel hebt dat het klopt. En dat is een lang proces. De tentoonstelling is het hele jaar gratis te bezichtigen in de Tweede Kamer.